So hold on to me. Never let me close your eyes. Only got one eye. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie en vandaag neem ik jullie mee naar mijn bureau. Dus eigenlijk klinkt het een beetje gek. Maar ik ga dus een desktour doen. Dus ik laat zien wat er op en in mijn bureau zit. Wat ik gebruik voor school en vrije tijd. Dus als je dat interessant vindt om te kijken, kijk dan vooral lekker verder. Om dan maar even te beginnen. Dit is dus mijn bureau. Hij is van de IKEA. Ik zal een linkje hieronder zetten. Ik heb hem al best wel lang. Het is niet dat hij nieuw is. Dus je gaat ook zeker wel wat vlekjes tegenkomen op de tafel en zo. In ieder geval, laten we beginnen met deze kant van mijn bureau. Laten we dan even beginnen met wat hier allemaal staat. Dit is dus een clipset. Deze van de Primark. Ik weet niet of die nog te koop is. Zo ziet ze er allemaal leuke Lekker man. Het zit dus allemaal paperclips in, punaises en geen idee wat dit is. Dan heb ik hier een roze nietmachine. Heel erg interessant, altijd handig. Een plakbandhouder met plakband. Dan heb ik hier een pennenbakje en hier zitten dus. Je kunt het helemaal uit elkaar halen. Dan gaan we naar dit gekke deurtje. En dan zal ik even vertellen wat hier achterin zit, want dat kun je zien. Maar ik heb dus... Hoeveel heb ik er? 8 van zulke woordenboeken in zitten. Dus dat is niet heel erg interessant. Maar daarnaast heb ik van die rekbare boekenkaften zitten. Maar die gebruik ik eigenlijk niet. Misschien volgend jaar of zo. Dan heb ik... Ik zal het even aan de kant doen. Hier allemaal schriften. Ze zijn allemaal leeg. En dan heb ik hier nog een lama agenda. Want ja, why not. En dan heb ik hier mijn boeken. Een Engels, Nederlands, rekenen en een soort van theorieboek voor de autorijbewijs. Dan gaan we naar de onderste. Heb ik hier 2 mappen. Daar heb ik de eentje volgens mij van de HEMA. Rise and Shine, superleuk. En eentje met lama's. Van. Geen idee waarvan, maar mijn moeder heeft hem voor me meegenomen, want ze weet dat ik van lama's hou. Dan heb ik hier... 3 van zulke grote schriften, want het is altijd wel handig. Ik vind het fijn om van die grote schriften te hebben. Simpel schetsboek. Nou ja, simpel. Volgens mijn moeder was die best wel duur. Hier nog meer schriften. En hieronder heb ik van die mapjes. Dus dat is alles wat hierin zit. Dan heb ik hier dus een spiegel om mijn make-up te doen. Want hier staat mijn make-up. Dit is mijn make-up kastje. Dit is mijn dagelijkse make-up. Nou ja... Niet dagelijks, maar in ieder geval wat ik meestal gebruik. Schilderijtje ter decoratie. En dan heb ik hier wat leuke pennetjes voor vrije tijd en alles. Dan heb ik hier mijn planner en dit is dus... Dit is Make Everyday a Party met een lama ook natuurlijk. En hij is van de Happy Planner volgens mij. Maar ik vind hem heel erg leuk. Het is niet echt een normale planner, het is echt... Beetje een bullet journal idee. Maar die heb ik dus hier liggen. Zodat ik kan zien wat ik te doen heb. Dan gaan we verder. Dit is dus mijn laden. Ik heb hier zo'n dingetje die kan je eruit halen. Hier zitten dus mijn markeerstiften in. Whiteboard stiften. Want ik heb hier ergens ook een whiteboard. En dan heb ik hier post-its. Nog post-its met lama's erop. En dit dingetje. Hey, you drink some water. Want ja, ik vergeet nogal vaak water te drinken. Dan heb ik hier zo'n plakband dingetje. Dat is wel handig. Dan heb ik hier nog zo'n clipping. Want ik vond hem er veel te leuk uitzien. Dus toen moest ik er nog een hebben. Kun je niet zien. Dan heb ik hier mijn rekenmachine en nog zo'n plakband. Mijn andere planner. Die ik eigenlijk helemaal niet zo fijn vind.
Hij is van de Primark, maar hij is heel erg omslachtig. Misschien werkt het voor jou fijn, maar voor mij niet. Want ik kan niet echt zien wat ik nou te doen heb op een dag. Ja, hier staat een lijst, maar dat is het dan ook. Ik kan niet echt zien wat ik de volgende dag moet doen. Dus dat vind ik niet zo fijn, maar ik hou hem wel, want hij ziet er natuurlijk deel heel mooi uit. Heb ik hier mijn agenda liggen, want het is vakantie, dus ik hoef hem niet mee te nemen naar school. Een notitieboekje waar ik dus leer en leerdingen in schrijf. Heb ik hier nog een planner? Heb ik hier een aantal kwasten voor mijn opleiding? Heb ik hier een documentenmapje? En daarin zitten al mijn belangrijke papieren in. Dus dat is wel handig. Heb ik hier nog een ander mapje en hierin doe ik mijn leerwerk. Dat is op het moment nog niet zo heel veel, gelukkig. Maar dan heb ik hier bijvoorbeeld grafisch vormgeven staan, hier audiovisueel. En dan doe ik dat ze ook voor Engels en Nederlands. Ga dan maar door. En dan heb ik hier gewoon een lama schrift. En hier doe ik ook zeg maar mijn leerwerk in. Dan heb ik hier een dingetje voor mezelf. En dit is dus eigenlijk een soort van... Dit is dus eigenlijk een soort van een uitlaatklep voor mij, waar ik in teken en dingetjes doe, want ik vind het leuk. Gaan we naar de volgende la. En deze la is dus volledig mijn vrije tijdsla. Maar hier heb ik dus allemaal notitieboekjes in zitten en journals. En dit is dus een lama notitieding van Flying Tiger. Dan heb ik hier een journal van de Action. Die zijn op dit moment nog te koop. En dan heb je hier zo'n gedeelte met bullet journal, lijntjes en volgens mij heb je ook ruitjes. Hierachter wat leuke dingetjes, een pennenhouder, wat vakjes en leuke stickers. Dus dat is wel echt, volgens mij kostte dat 3 euro of zo. Dan heb ik hier een notitieboekje. Of ja, eigenlijk mijn eigen journal waar ik dingen in schrijf en een beetje, als ik me verveel, gewoon een beetje dingen inpleuren. Dingen van vroeger, to-do list, heb ik ook nog in het zwart. En dan heb ik hier een notitieschrift waar ik een heel verhaal in heb geschreven over horror. En de rest is allemaal een beetje irrelevant. Dus dan heb ik hier een kistje met tekendingetjes. Ik heb hem nog nooit aangeraakt, zoals je ziet. Maar ja, dat gebeurt vast wel een keer. Hier heb ik ook allemaal potloden. Gewoon HB en al die dingen. En hier heb ik ook van Faber-Castell monochroom set. Dan heb ik hier al mijn bullet journals. Deze is van de Action. Nog nooit wat in gedaan, trouwens. Want ja, ik vind hem niet zo heel erg mooi. Dan heb ik deze van, volgens mij, van Mus. Die heb ik wel wat in gedaan. En dan heb ik ook nog deze. En ik vind hem er zo mooi uitzien. En ik heb hem al langer dan een half jaar. Dat ik er nog steeds niks in heb gedaan. Want ik denk dat ik het gewoon ga verpesten. Maar ik vind hem dus veel te mooi eruit zien. Zoals ik met heel veel notitieboekjes heb. Nou, dan heb ik hier een Itty. Hier zitten al mijn Winsor & Newton brushmarkers. En dan heb ik hier ook nog een Tombow. Voor handletteren en dat soort dingen en tekenen. Dan heb ik hier nog wat goedkope stiftjes van de HEMA. En dan heb ik hier potloden van Faber-Castell. Zowel HB als kleurpotloden. En dan heb ik hier als allerlaatst deze nieuwe stift die ik van mijn moeder heb gekregen. Van de Action Paint Markers. Dus ja, die ga ik een keer uitproberen. Dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Dan hoop ik dat jullie een duimpje omhoog hebben gedaan. En hebben geabonneerd op mijn kanaal hieronder. En dan zie ik jullie
Hopelijk de volgende keer weer. Doei!